Andronicus van Rhodes gaf de werken van Aristoteles uit. Voordat hij hiermee kon beginnen, moest hij de boeken eerst ordenen. Hij zette de standaardwerken over logica, praktische wijsbegeerte en fysica in de kast. Andronicus van Rhodes hield echter veertien bundels over, waar hij zich in eerste instantie geen raad mee wist. Hij keek vertwijfeld naar de geordende bundels. Toen zag hij dat er nog plaats over was naast de boeken over de fysica. Dit bracht hem op het idee de overige delen na naast deze boeken over de fysica te zetten. Hij noemde deze werken meta ta ta fysica. Dit betekent de boeken die na de fysica komen. Er zijn nog meer hypothesen over het ontstaan van het begrip metafysica te noemen, maar duidelijk moet zijn dat dit begrip onlosmakelijk verbonden is met Aristoteles. Hij noemde het echter geen metafysica. Maar, eerste filosofie. De eerste filosofie onderzoekt het zijnde als zijnde, het zijnde in zoverre het is, het zijnde zonder meer. Aristoteles ging, net als zijn leermeester Plato, en in tegenstelling tot de Pre-Socraten, uitspraken doen over heel de werkelijkheid. Niet de visische oerelementen, of de kosmos stond centraal, maar de laatste verklaringsgronden van het zijn. De Socraten hadden de vraag over het Transcendente voorbereid, zij hadden zich echter net met de logos bevrijd van het Mythische. Deze bevrijding hield het ontstaan van de Wijsbegeerte in. Ze waren bang dat het Transcendente het bij het Mythische terug zou brengen, daarom hebben ze het niet behandeld. Plato en Aristoteles deelden hun angst niet en hebben op verschillende manieren inhoud gegeven aan het Transcendente. Plato ontwikkelde zijn idee-leer. Aristoteles ontwikkelde, als kritiek hierop, zijn universaliteitsleer. Metafysica is de wijsgelige discipline, die verantwoording aflegt van die specifieke werkelijkheidsbenadering, die naar iets in de werkelijkheid kijkt, met als invalshoek de werkelijkheid als zodanig de uiteindelijkheidsoptiek. De metafysica stelt drie vragen aan heel de werkelijkheid. De levensbeschouwelijke vraag: wat is het uiteindelijk ware? De ethische vraag: wat is het uiteindelijk goede menswaardige handelen? En de esthetische vraag: wat is het uiteindelijk schone? Na het bestuderen van de eerste filosofie van Aristoteles, kunnen we concluderen dat de optieke theorie geïnspireerd is door zijn universaliteitsleer. Er is eenheid in veelheid en niet, eenheid in veelheid. Zoals in de dualistische ideeleer, de metafysica van Plato, het geval is. Stelling van de metafysica Er is sprake van eenheid, omdat elke willekeurige werkelijkheid uit zichzelf een band heeft met alle andere werkelijkheden. Er is eenheid in de mate waarin er veelheid is, zoveel eenheid als er veelheid is. Eenheid in veelheid moet zijn, anders is er verdeeldheid. Juist de verdeeldheid van de werkelijkheid doet ons twijfelen aan de zinvolheid van het bestaan. Ze is verscheurdheid, veelheid zonder verband. Hoe zou het leven zin kunnen hebben als de werkelijkheid tegen zichzelf verdeeld is? Of het leven zin heeft is geen vraag waar de wetenschap antwoord op kan geven. De vraag naar de zin van het leven is de vraag naar de werkelijkheid zonder meer. Die vraag kan alleen opkomen binnen de metafysica.